Welke onderdelen heeft de heilige mis? Meestal delen we de mis in twee delen op: de liturgie van het woord en de liturgie van de eucharistie. De liturgie van het woord bestaat voornamelijk uit lezingen. De lezingen zijn uitgekozen teksten uit de Bijbel. En de evangelieën, die over Jezus berichten, hebben daarin natuurlijk een bijzondere plaats. In de lezingen horen we het woord van God. Dat wil zeggen de openbaring van God, en dat helpt ons om God steeds dieper te kennen, en het leert ons een goed en rechtvaardig leven te leiden. In het tweede deel, de liturgie van de Eucharistie, staat het Woord van God ook centraal, maar dan het vleesgeworden Woord van God, dat nu op het altaar waarlijk onder de gedaante van brood en wijn tegenwoordig komt. Dus in deze twee delen. Wordt de viering van de Heilige Mis over het algemeen opgedeeld? Maar er is nog een andere indeling van de Heilige Mis, die ziet er zo uit. Twee zeer grote heiligen, de heilige Theresia van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, hebben veel nagedacht over ons christelijk leven. Zij hebben vastgesteld dat ons geestelijk leven zich in drie fasen voltrekt: zuivering, verlichting en vereniging met God. Dat klinkt als van een Oosterse religie, maar het is toch heel katholiek. Omdat de heilige Theresia van Abila en de heilige Johannes van het Kruis natuurlijk elke dag naar de heilige mis gingen, is hun opgevallen dat daar iets vergelijkbaars gebeurt: zuivering, verlichting en vereniging met God. Aan het begin van de mis vind je de zuivering. We bidden de schuldbeleidenis en zingen het Kirië. Daarna volgen de lezingen uit de Heilige Schrift. De lezingen werpen licht op het mysterie van God en ons geloof. Ze brengen ons verlichting. Ten slotte komt Jezus Christus op het altaar bij ons. Ja, sterker nog, we kunnen Hem ontvangen in de Heilige Communie. Dit is het moment van de meest innige Vereniging. In de Heilige Mis vinden we dus dezelfde fase als in het geestelijk leven: zuivering. Verlichting en Vereniging met God. Alleen al om die reden is de Heilige Mis absoluut de beste leerschool voor heel ons christelijk leven.